Voorzitter, dankjewel. Wethouder, bedankt voor de beantwoording. Ja, met betrekking die rapporten, daar hebben we vorige keer om gevraagd en gewoon om alle rapporten. U had nu een deel gestuurd, maar we willen gewoon als vitale kern en willen we gewoon alle rapporten hebben. Ik heb de heer Albrechts in zijn betoog horen noemen over een rapport van 16 mei. Dat heel slecht zou zijn. Is dat in bezit van de gemeente? Dat zou ik graag van u horen. Hoe laat bent u geïnformeerd naar aanleiding van die calamiteit? U zegt donderdag, maar ja, dat donderdag die heeft heel veel uren. Ja, en wij vinden het absoluut onverteerbaar dat eigenlijk bij zo'n calamiteit, gewoon de volksgezondheid in het geding, is er een protocol als er zoiets gebeurt wat er moet gebeuren. Mijn inziens had gewoon een brandweer daar moeten komen om metingen te verrichten, een ambulance. Dus ja, volgens mij is er heel veel werk te doen. U noemt dat er in ieder geval een analyse gaat komen. Misschien is het wel een optie om een onderzoekscommissie in te stellen die gewoon onafhankelijk eens kan kijken waar nu de schoen wringt. Tot zover, dankjewel. De gezondheid is prioriteit 1. En als u het vraagt over veiligheid, de metingen die wij gewoon krijgen, daar gaan we vanuit. En op een gegeven moment, en dat zegt de inspectie ook, als die metingen op een dusdanige waarde komen, dan gaat dat zwembad gewoon dicht. Ja, voorzitter, prima, maar dit is niet de eerste keer dat er over gesproken wordt. Nee, dat is al een poosje aan de gang. En het wordt gewoon tijd dat er gewoon duidelijke maatregelen komen. Ik had nog wel een paar vragen waar ik geen antwoord op gekregen. Ik zou toch nog graag een antwoord op kunnen hebben. Ik denk dat de wethouder graag nog even wil dat u die herhaalt. Welke vragen dat waren? Nee, dat kan. Ik had ze opgeschreven. De eerste vraag was, dat is die rapporten die zijn toegezegd. En u heeft de rapporten gekregen van SRVO. Dan ben ik wel nieuwsgierig of die van 16 mei, zoals de inspreker daarover zegt, of die ook in het bezit is van jullie. De rapporten die ik heb, die waarden staan in de raadsbrief. Dat zijn dus de rapporten die ik heb. Oké, dan gaan we even kijken. En daar staat niet een hele hoge waarde tussen, dus dat rapport heb ik dan niet.